Oké. Okay. Dat is goed. Wilt je dat ik ondertussen zo een beetje gesticuleer alsof ik aan het babbelen ben? Ja, dat kan. Perfect. Ja, oké. Ah, wel. En dan kun je dus echt met je handen staan zwaaien en zo'n coole driehoek vormen en dan echt dingen uitleggen alsof je dus echt iets aan het zeggen bent. Hè? Ja, dat is goed. Oké. Hallo iedereen, welkom bij de boekvoorstelling van Alles kapot, het debuutessay van Anton van Dijk. Anton van Dijk is een jonge humanistische denker, slechts 27 jaar jong, die met Alles kapot zijn debuut maakt. Hij is van opleiding jurist en hij werkt als mensenrechtenlobbyist in de Wetstraat. Ik zou graag de mens nu en de uitgever VUB Press wil bedanken voor de organisatie. We hebben het vandaag corona-proof gemaakt en een heuse eigen studio opgebouwd, zodat het allemaal veilig kan verlopen. Welkom, Anton. Hallo, dag Thomas. Die titel, Alles kapot. Ja. Hoe ben je daarop gekomen? Goh, ik wou dat ik kon zeggen dat ik daar een enorm bewust denkproces aan heb gekoppeld, maar het is vooral een rationaliseringsproces geweest. Want ik had het boek geschreven en ik dacht, oké, wat voor een naam ga ik dan nu geven? En ik kwam maar op niks. En bij ons op de flat ben ik met de flatmates een beetje aan het sparren en ik ben mijn frustratie aan het telen. En ik laat mij gewoon ontvallen van alles kapot. En dan dacht ik van, dat klopt nog wel, want het gaat inderdaad over deconstructie en over dingen uiteenhalen, terug in elkaar steken, opbouw. En ook over een aantal dingen die we moeten met de grond gelijk maken. Hè. Dus ik dacht van, oké, we gaan er gewoon voor. En het was een aha-moment. Ja, het klinkt een beetje als een antisysteem-slogan. Tabula rasa maken. Dus je vindt eigenlijk dat er veel moet veranderen. Ja, absoluut. En ik ga er ook heel eerlijk in zijn. Ik ben bewust ook wel gegaan voor een beetje een populistische antisysteemslogan. Omdat ik wel het belangrijk vind dat we op een of andere manier op een constructieve wijze kunnen aansluiten bij een sentiment dat heel veel mensen voelen. En dat kan je maar doen door het in mensentaal te zeggen. En dat sentiment dat krijgt nu wel al heel veel bijval. Dus voilà. Ja, positieve reacties al op je boek. Ja. En kan je misschien een concrete aanleiding aanwijzen die je getriggerd heeft om het boek te schrijven, om het essay te schrijven? Ja, wel. Ik liep er al heel lang mee rond. Ik was voor mezelf eigenlijk al een beetje aan het nadenken over oké, waar wil ik naartoe met mijn leven? Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Ik had dat dan opgeschreven, maar moet u daar helemaal niks megalomaan bij voorstellen. Dat was gewoon een soort cacophonie aan post-itjes met dingen die ik belangrijk vond. En dan kwam die coronacrisis daar. En ik had toen ook net een aantal boeken gelezen rond populisme. Er waren toen juist ook een aantal zaken in de media gebeurd. Ook die golf rond fake news en alles wat erbij kwam kijken was ook nu juist begonnen. En ik dacht van, we mogen hier toch niet buiten komen voor een aantal weken. Toen wisten we nog niet hoe lang dat het ging duren. Ik ga er gewoon aan beginnen. En het boek is er eigenlijk op een paar maanden tijd gekomen. Maar het plan ervoor was al veel langer aan het sluimeren in mijn hoofd, om het zo te zeggen. Je essay begint eigenlijk met een verhaal over Schild en Vrienden. Hè? De jonge neofascistische beweging, kunnen we wel zeggen. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Zij zoeken ook naar identiteit en identiteit is voor u een zeer belangrijk thema, hè? Ja, absoluut. Ik ben enorm bezorgd als ik zie hoeveel tractie dat een organisatie als Schild en Vrienden krijgt.
Maar niet alleen omdat het gaat over Schild en Vrienden, maar omdat ik diezelfde verharding eigenlijk vaststel over het gehele politieke spectrum. En eigenlijk dezelfde manier van enerzijds politieke boodschappen naar buiten brengen, anderzijds campagne voeren. Dus ik heb zoiets van, dit is niet gezond. Het is een bijzonder zelfdestructieve manier van met die thema's bezig te zijn. En als we daarin verder gaan op die manier, dan gaan we uiteindelijk meer stappen terugzetten dan dat we vooruit gaan bij de ontwikkeling van dat thema. Want we kunnen niet ontkennen dat organisaties als Schild en Vrienden dat die enorm veel aantrekkingskracht hebben. Hè. Niet alleen bij jongeren, maar ook als je kijkt naar het Vlaams Belang zelf of naar andere politieke bewegingen die gaan voor een even duidelijk verhaal, dan hebben die een enorme tractie in de samenleving, puur omdat die kunnen inzetten op wat je sense of belonging noemt. Hè. Dus de mensen voelen zich daar op een manier in thuis. En dat gevoel, dat is heel potent om bewust van te zijn. Maar dat is ook iets, om zeer waakzaam rond te zijn. Want zoals bij dat soort organisaties is dat niet steeds even onschuldig. Ja, je schrijft ook dat de progressieve beweging eigenlijk moeite heeft om een identiteitsverhaal te ontwikkelen dat even aantrekkelijk is en dat eigenlijk meer inclusief zou kunnen zijn en meer tolerant. Hoe komt dat volgens jou? Dat ze daar zo moeilijk in slagen? Dat zijn een aantal zaken die daar aan de basis liggen. Hè. Eerst en vooral een rechtsnationalistisch identiteitsconcept. Dat is heel duidelijk in die zin dat dat een lijst is met instructies. En als je daar niet aan voldoet, dan ben je geen goede burger of weet ik veel wat. Maar langs de meer progressieve zijde, die voor een stuk aan de linkerzijde zit, maar niet alleen. Hè. Er zijn nog andere manieren om daar naar dat spectrum te kijken natuurlijk. Daarin hebben we heel hard ingezet op individuele keuze. En die individuele keuze zorgt ervoor dat mensen hun identiteit op een zeer verschillende manier gaan beleven, waardoor dat je nooit diezelfde uniformiteit zal kunnen hebben als je dat gaat linken aan de manier waarop dat je dingen beleeft. Hè. Als je zegt van oké, een identiteit is effectief, wat voor kleren dat je draagt, naar wat voor muziek dat je luistert, met welke mensen dat je omgaat, dan zal er nooit zo'n eengemaakt verhaal zitten aan progressieve zijde. Maar de vraag is natuurlijk ook, is dat nodig? En dan denk ik absoluut niet. Ik denk dat die individuele vrijheid ervoor zorgt dat we elkaar juist veel beter kunnen afdekken in onze blinde vlekken, over onszelf, over onze samenleving. En dan moeten we misschien gewoon op een andere manier naar identiteit zelf kijken. Want de manier waarop we dat momenteel doen, die werkt duidelijk niet. Een andere zaak die daar natuurlijk wel belangrijk bij is en moeilijk tegelijkertijd, dat is dat we natuurlijk, we zijn aan het inzetten op een pluralistisch model. We hebben enorm veel culturen die vandaag aanwezig zijn in onze gemeenschap, waarvan we ook kunnen zeggen dat die tot onze gemeenschap behoren, met heel veel plezier en trots. Maar we moeten ook we moeten daar heel duidelijk en eerlijk in zijn, dat dat ook betekent dat er een aantal gesprekken moeten gevoerd worden, enerzijds over het gebruik van de publieke ruimte en anderzijds over toch een aantal minimumwaarden en omgangsvormen die voor ons belangrijk zijn. En daarin denk ik dat we soms te veel bondgenoten bij het grof vuil zetten en wegzetten als racistisch, omdat ze kritiek uiten op een bepaalde cultuur of een bepaalde praktijk, wat denk ik zeker niet het geval is. Het voorbeeld dat ik onder andere aanhaal is dat van besnijdenissen, hè, waarbij dat je ingrijpt in de lichamelijke integriteit van een kind. Ik denk dat dat een discussie is die je moet kunnen voeren zonder dat je ineens dat verwijt krijgt. En dat is iets, daar hebben we echt wel een zekere morele verantwoordelijkheid in om dat anders aan te pakken naar de toekomst toe. Dat is een interessant voorbeeld van die besnijdenis.
Stel nu dat die Joodse gemeenschap of de moslimgemeenschap die die besnijdenis doorvoert, zegt, dat is de kern van onze identiteit. Je raakt daarmee in ons hart als je dat gaat verbieden. Hoe moeten we daar dan op antwoorden? Oké, volgens wie? Hè? Volgens wie is dat uw identiteit? Als we gaan kijken naar de manier waarop dat een levensbeschouwing beleefd wordt, zowel binnen het Jodendom, binnen het Christendom, binnen de islam, dan bestaat er niet zoiets als één vorm van die godsdienst te beleven. Er bestaat zelfs niet één vorm van te kijken naar wat een god juist is. Dus zij kampen eigenlijk al met dezelfde diversiteit in hun landschap dan dat wij dat doen. Er zijn perfect manieren om je levensbeschouwing te beleven op een manier die nog altijd consistent is met je levensbeschouwing zelf. En in die zin kunnen we echt wel het maxima hanteren. Wat je aandacht geeft, dat zal groeien. En momenteel doen we dat vooral door zeer belerend met het vingertje te wijzen naar wat we vooral niet willen. Maar geven we de mensen niet echt de ruimte om te groeien en de leiders de ruimte om te groeien naar de situatie die we wel willen. Is dat nu pleidooi om identiteit minder intens te beleven? Om te zeggen, er is zoveel diversiteit binnen onze religie dat je eigenlijk niet kan spreken over een ware religie? En dat mensen dus zo een beetje hun eigen visie gaan contextualiseren of relativeren? Goh, ik denk voor die mensen zelf dat zij hun identiteit juist veel intenser gaan beleven als zij daarin de vrijheid hebben om dat op hun manier te mogen doen. Want zij kunnen dat dan veel beter afstemmen op wie zij zijn als persoon. En je houdt ook meer rekening met de mensen hun vrije wil, wat toch wel een vrij belangrijk concept is. Niet alleen binnen wat we westerse beschaving noemen, maar echt gewoon als wereldwijd fenomeen. Hè. Binnen het Taoïsme is dat ook een concept om echt rekening mee te houden. Het Zoroastrisme ook. Allee, het is al zo oud als de beschaving zelf. Dus ik denk vooral dat het betekent dat we een stukje van de controle die daarop gebeurt, wegnemen van de instituten en bij de mensen zelf leggen. Met die controle ja, wordt dat dan eerder een vorm van individuele verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. En die instituten die wij in onze gemeenschap hebben, die levensbeschouwelijk actief zijn, maar evenzeer politiek, want laat ons eerlijk zijn, de scheidingslijn is soms bijzonder vloe, ja, die hebben nog steeds een morele verantwoordelijkheid. Hè. Zij kunnen via allerlei verschillende manieren van zichzelf te organiseren, ervoor zorgen dat je juist gaat naar een manier van samen zijn die ook werkt buiten die politieke of levensbeschouwelijke gemeenschap om en die vlotjes kan interageren met andere gemeenschappen die er op een andere manier op staan. Dat is ook de essentie van het identiteitsmodel waar dat ik voor sta. Het is niet gebaseerd op dingen, maar op waarde zelf. Ja. Inderdaad, die waarden die zijn heel belangrijk voor jou. Kan je zeggen welke waarden eigenlijk centraal staan volgens u? Ja, ik heb daar. Het is een persoonlijke Pappenheimer natuurlijk, maar ja, de vrijheid, de gelijkheid en de maatschappelijke solidariteit genomen, omdat die wel, ongeacht waar dat je juist staat op het politieke spectrum, met uitzondering van de extremen in elke richting, dat die wel vrij goed zijn ingeburgerd. En ook, die hebben wel een voorgeschiedenis dat eigenlijk ja, de moderne staat bijna vooraf gaat. Dus die hebben een legitimiteit, een universele gedragenheid, quasi-universele gedragenheid. En ik definieer ze bewust niet, omdat ik het belangrijk vind dat de mensen die voor hun eigen gaan definiëren en dat er geen ultieme manier is van die waarde te beleven. Dat is heel belangrijk juist. De reden dat ik ze ook direct alle drie zeg, is omdat de vrijheid gaat bepalen hoe dat je kijkt naar de maatschappelijke solidariteit en naar de gelijkheid. En de gelijkheid gaat evenzeer gaan bepalen hoe dat je kijkt naar de vrijheid en naar de solidariteit aan zich. Hè. De keuzes die je gaat maken, die zullen uiteindelijk bepalen in hoeverre dat je naast je medemens staat. En ook in, ja, in hoeverre dat je solidair bent naar de toekomst toe. Dus dat zijn allemaal zaken die daarin meespelen. En ja, in plaats van te werken met één definitie die eigenlijk in steen gebeiteld staat,
is het een pleidooi om te zeggen, kijk, we zijn hier met 11 miljoen mensen, er zijn 11 miljoen experimenten bezig in hoe dat we die identiteit beleven. En als we juist het vuur een beetje gaan opstoken rond een meer bewuste belevenis van die drie waarden, dan denk ik dat we daarin zeer interessante dingen kunnen bereiken. Maar het moeten wel die drie waarden simultaan zijn of variaties erop, om ervoor te zorgen dat de balans niet doorslaat naar de ene of de andere kant. Iemand die bijvoorbeeld alleen maar bezig is met individuele vrijheid, maar niet met solidariteit, die kan zeggen van, dat duurzaamheidsbegrip, dat is eigenlijk niet belangrijk voor mij. Dus ik wil gewoon kunnen doen wat ik wil, ongeacht de repercussies. En dat zijn het soort zaken, dat soort excessen, dat we wel moeten durven aankaarten als zijnde van, dit is niet oké. Dit is niet oké, omdat het niet aan de anderen de kans geeft om vrijheid ook maximaal te gaan beleven. Ik zou graag nog een ander onderwerp willen aansnijden, want ik weet dat je een aantal jaar, of een 1 jaar geloof ik, in Zuid-Afrika bent opgegroeid. En die ervaring heeft eigenlijk veel indruk op je gemaakt. Kan je eens vertellen wat je daar geleerd hebt? Ik heb daar onder andere geleerd hoe je een vuur moet aansteken, maar ik vermoed dat dat niet is waar je het over wil hebben. Ik was daar enorm van onder de indruk hoe dat die mensen bezig zijn met het... Met samen met elkaar te leven, met echt bewust in te zetten op samenlevingsopbouw. Zuid-Afrika zelf is vandaag nog altijd geen perfect land. Integendeel, er zijn daar enorm veel uitdagingen en problemen rond. Maar als je kijkt naar het traject dat ze hebben afgelegd de laatste 20, 30 jaar, dan is dat ronduit indrukwekkend te noemen. Hè. We lijken het vergeten te zijn dat land 20 jaar geleden op de rand stond van een zeer bloedige burgeroorlog, waarvan werd geprojecteerd, dit gaat een tweede Zimbabwe of een Rwanda worden. En dat is niet gebeurd. En dat is niet gebeurd omdat die mensen daar echt op dagelijkse basis heel hard op inzetten. Omdat zij in hun pedagogisch project ook heel hard inzetten op situationeel leiderschap, waardegebaseerde beslissingen nemen. Altijd ook heel hard bezig zijn met de verantwoordelijkheid van het individu. Ik mis dat een beetje in ons Belgisch systeem. Wij hebben heel hard de neiging om de HLN-commentator te spelen naar elkaar toe. En vooral te zeggen van, jij zou dat moeten doen. En jij zou dat moeten doen. Terwijl dat we daarmee bezig zijn, vergeten we dat we zelf ook nog 2 handen en 2 voeten hebben om dingen mee te doen. Wij hebben een beetje een klaagcultuur waarvan dat ik zeg, ik ga het stout zeggen, bek dicht, we gaan er nu eens iets aan gaan doen. En daar durven zij dat ook zo te benoemen. Hè. Je hebt daar een volledige generatie die ze de Born Free generatie noemen. En dat zijn effectief mensen die zeggen van, kijk, wij zijn geboren na het apartheidsregime, dus wij weigeren dat nog met ons mee te dragen. Wij willen eigenlijk gewoon... Ja, zoals dat Mandela zei in het beroemde gedicht Invictus citeert. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Ik wil mijn eigen lot kunnen bepalen. En dat moeten wij ook echt wel durven doen, want wij dragen soms de frustraties mee van wat het ons zeer lang geleden is overkomen. Maar zelfs ook frustraties over zaken die ons zelf niet zijn overkomen, maar onze ouders of onze grootouders. We moeten die zaken een plaats kunnen geven, want de toekomst heeft gigantisch veel uitdagingen. We hebben momenteel politiek de bandbreedte niet om die uitdagingen aan te gaan, omdat we nog bezig zitten in de uitspattingen van andere zaken die we eigenlijk al hadden moeten afronden. Hoe zouden we die passieve klaagcultuur die je eigenlijk een beetje aan de kaak stelt ook, hoe zouden we die kunnen doorbreken, denk je? Op verschillende niveaus. Hè. Als mens denk ik dat het belangrijk is dat we heel bewust bezig zijn over dat wij als mens niet alleen staan, dat er een gemeenschap is waar dat wij toe behoren en dat wij ook wel een rol te vervullen hebben in die gemeenschap. Dat betekent dan nog niet dat je volledig je gans leven moet gaan...
gaan inrichten om andere mensen te helpen. Als je dat wil doen, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. En als je vindt dat dat zinvol is, dan is dat fantastisch. Maar ik kan perfect begrijpen dat mensen zoiets hebben van kijk, ik wil werken, ik wil genieten. En voor de rest wil ik mijn ding kunnen doen. Dan zeg ik oké, maar ik denk dat je wel een beetje tijd per week kan hebben om iets te doen in je gemeenschap, om het iets beter te maken. Ik denk dat dat ook het belangrijke moet zijn, dat we in plaats van dat we altijd zeggen van ja, de staat zal het wel oplossen, want we betalen hier genoeg belastingen. Akkoord, we betalen waanzinnig veel belastingen, maar dat maakt die denkwijze nog altijd niet juist. Hè. We moeten er zelf aan beginnen. En ja, de staat zelf, die moet inderdaad wel eens nadenken over hoe dat zij zelf initiatieven kan opzetten om ervoor te zorgen dat verleden in plaats van een keten aan ons been de basis vormt van waar dat wij kunnen opstaan om naar boven te springen. Hè. We hadden het daar juist over Zuid-Afrika. Een waarheids- en verzoeningscommissie is denk ik wel aan de orde. Niet voor één zaak, maar voor velen. Hè. We hebben nu de commissie die bezig is rond de kolonisatie, maar ik denk evenzeer aan de Vlaamse kwestie of de financiële crisis. Of misschien zelfs de repressie, dat is misschien ook nog wel belangrijk. Er zijn daar zaken gebeurd in het verleden die we duidelijk nog niet hebben afgesloten. En die zaken, we moeten het daarover hebben. Er moeten ook een aantal zaken gebeuren met betrekking tot de inrichting van onze staat. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat niet alleen het emotionele stuk is afgerond, maar dat we ook echt wel een aantal stappen hebben gezet om ervoor te zorgen dat die zaken zich niet herhalen. En ik heb het gevoel dat we dat niet doen. We ademen altijd eens opgelucht adem van oké, het is voorbij. Laat het ons nu maar snel vergeten en doorgaan met de waan van de dag. Nu met de coronacrisis hetzelfde. Dat heeft onze samenleving op een totaal andere manier doen bewegen. We zijn op een andere manier doen nadenken. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Laat ons daar heel eerlijk in zijn. Maar er zijn tegelijkertijd ook wel een aantal bewegingen gebeurd waarvan ik echt wel hoop dat ze de coronacrisis overleven. Dus je denkt eigenlijk dat die wonden uit het verleden, dat we die niet zomaar mogen wegmoffelen of van wegkijken. We moeten daar een soort verwerkingsproces rond doen. Het zal niet zo zijn dat de tijd het vanzelf zal helen, volgens u. De tijd zal daar wel een factor in spelen, maar er zijn altijd mensen die het feit dat wij het als gemeenschap niet hebben verwerkt, zullen aanwenden om het te gebruiken voor hun eigen politiek gewin. We moeten een aantal proteststemmen echt wel zien als een soort confederatie van allerlei boze mensen die zich over de jaren heen niet gehoord voelden, die dan ook nog eens verder zijn opgepookt geweest. Die zijn gegaan van boos naar woede, naar waar dat ik schrik voor heb binnenkort, razernij. Als we dat niet doen, dan komen we daar in een escalatiemodel terecht waarvan dat ik denk dat het wel eens Amerikaanse tendensen zou kunnen vertonen. Misschien niet onmiddellijk een bestorming van het kapitool, omdat dat wel echt Amerikaans is en de manier waarop dat juist gebeurt, is dat denk ik niet dat dat volledig toepasselijk is op de Europese context. Maar ik denk dat we daarin ook niet onszelf moeten onszelf niet daarin bedriegen dat we zogezegd beschaafder zijn dan dat we zijn. Wanneer mensen razend zijn, dan kan je dat bijna proeven in de lucht. En dan gebeuren er zeer snel dingen die bijzonder snel escaleren. En dat is iets waarom dat ik het ook echt nu heb geschreven. Omdat ik zoiets heb van, kijk, nu, de coronacrisis is nog niet voorbij, maar ze komt, we zien een einde in de verte. Het is belangrijk dat we dat einde afsluiten en dat we van die gelegenheid echt gebruik maken om de toekomst wat meer open te leggen. Iemand zou wel kunnen zeggen, ja, mensen die boos zijn, dat is normaal in een democratie. Mensen zijn altijd boos. Dus het zou wel koelen zonder te blazen. Is dat te naïef? Nee, ik denk dat het goed is dat mensen boos zijn. Boos zijn zelf is iets zodat ik iets vaker probeer te zijn, in alle eerlijkheid.
Maar er is een moment wanneer dat je dat moet zijn en een moment wanneer dat je moet erkennen dat het nog eigenlijk een goedkope manier is om je frustratie te uiten. En ook niet alleen naar je gemeenschap, maar ook naar jezelf. Dat je kon zeggen, ah, je bent een keer boos geweest. Ah, goed, hè, voilà. Het is gebeurd. Maar ja, je doet er jezelf geen gunst mee van in die emoties te blijven hangen. Hè. En ja, we komen weer terug tot op het punt van daar juist. Dat we echt gewoon moeten zeggen op een bepaald moment van, ja, oké, en wat gaan we nu doen? En het is belangrijk daarom dat ook anderen erkennen waar dat die frustraties vandaan komen. Op een moment dat het boel nog niet overkookt, zodat het momentum dat daarbij komt kijken eigenlijk gebruikt kan worden voor iets constructiefs. Want er moeten wel een aantal zaken veranderen in onze samenleving. Hè. Laat ons daar eerlijk in zijn. Het is eigenlijk zaak om goed te luisteren naar de Vlaams Belang of PvdA-kiezer, om ze eventjes te benoemen, en te zien wat hun grieven zijn en wat dat we daaraan kunnen doen. Ja, maar ik wil er meteen bij zeggen dat er niet zoiets bestaat als de Vlaams Belang-kiezer of de PvdA-kiezer. Ik ga het niet snel hebben over intersectionaliteit, omdat ik heb mijn bedenkingen bij dat begrip. Maar zeker wat het Vlaams Belang betreft, is dat echt wel een intersectionele partij. Dat is een soort een kruispunt geworden van allerlei strekkingen die eigenlijk op gespannen voet met elkaar staan. En die eigenlijk gewoon verenigd zijn in frustratie. Dus er zijn daar fracties bij waar dat we zeker naar moeten luisteren. En mensen waar dat we dat absoluut niet moeten doen. Hè. Ik heb geen tijd en geen goesting om met iemand aan tafel te zitten die nog altijd gelooft dat mensen van een andere etniciteit minder waardig zijn. Maar ik wil wel gaan praten met mensen die zeggen van kijk, ik heb honger, ik weet niet hoe ik mijn gezin moet onderhouden. Ik heb destijds op die partijen gestemd. Er is geen verandering gekomen. Ik heb nu de electorale middenvinger gegeven, omdat ik absoluut wanhopig aan het worden ben. Want die mensen zijn er ook, en dat mogen we niet vergeten. En dan daarbovenop denk ik dat het nog belangrijker is dat we ook eens een diepgaand post-electoraal onderzoek gaan leveren naar de mensen die niet zijn gaan stemmen. Want ik meen mij te herinneren dat het gaat om een groep van 1,2 miljoen mensen die er de bruin hebben gegeven. Dat is iets wat voor mij, ja, ik ga niet zeggen een nog groter drama is, maar toch ook wel een enorm drama. Dat die mensen bewust hebben gezegd, ja, mijn democratisch recht, ik ga er geen gebruik van maken. Tot over 5 jaar misschien. Ja, is dat eigenlijk een slechte zaak? Als iemand nu heel weinig weet van de politiek en hij zegt, of hij zegt, zij zegt, ja, eigenlijk kunnen andere mensen daar beter over beslissen, die zich elke dag naar het nieuws kijken en de krant lezen. Ik ken er niks van, dus ik ga niet stemmen. Is dat dan niet beter? Ik ben het daar niet mee eens om 2 redenen. Enerzijds omdat we dan overschatten hoeveel mensen of hoeveel de mensen in de politiek weten over de politiek. Ik denk dat we verkeerdelijk de perceptie hebben gecreëerd dat de mensen die op beleidsniveau zitten altijd exact weten waar dat ze mee bezig zijn. Maar dat is niet menselijk van hen te verwachten. Hè. We zitten met duizenden beleidsvraagstukken tegelijkertijd bezig. Er zijn zoveel onvoorspelbare situaties die zich voordoen, variaties op vraagstukken. Er gebeuren dingen waar dat we niet van weten dat ze gebeurd zijn, maar dat er wel invloed op hebben. Dus in die zin moeten we niet onderschatten of niet overschatten hoe groot dat die kenniskloof is tussen die twee groepen. En anderzijds vind ik het juist ook heel belangrijk dat mensen die niet bezig zijn met politiek er wel een interesse voor tonen wanneer dat het belangrijk is of wanneer dat zij zelf vinden dat het belangrijk is. Omdat zij als buitenstaander de dingen zien die wij als mensen die permanent actief zijn in de politiek niet meer zien. Je hebt zo'n gezegde, hè? It takes an outsider to notice things. Dat is echt wel zo. We hebben af en toe mensen nodig, of dat dan nu Jan de Slager is, of Piet de schoenenverkoper,
Of mag dat de boekhouder? Die moeten ons af en toe kunnen en zeer duidelijk zeggen van waar zijn we nu feitelijk mee bezig? En die vraag is denk ik heel duidelijk gesteld een jaar geleden. Maar ja, die vraag is gesteld door zeer veel mensen omwille van zeer veel redenen. En we mogen ze daarom zeker niet op dezelfde hoop gooien. Dus politici hebben eigenlijk de input van de samenleving nodig om de gaten en de blinde vlekken in hun eigen kennis een beetje te remediëren. Ja, absoluut. En allee, we zijn hier bezig over het bouwen van een brug, hè, maar een brug dat bouw je natuurlijk langs twee kanten. We moeten zelf, en de publieke perceptie is daar super belangrijk in, ook erkennen dat de mensen die in de politiek zitten, dat die er niet in zitten om het land de grond in te draaien. Hè. Akkoord, je hebt mensen die erin zitten omdat ze dat als een carrière-move zien. Dat is zo. Maar ik kan daarin wel vrij duidelijk zeggen, ik sta er dagelijks in. De meeste contacten die ik heb, dat zijn mensen die echt wel zeer begaan zijn met onze samenleving en die daar ook echt wel het beste mee voor hebben. Maar ja, ook zij kunnen soms denken van oké, hoe pak ik dit aan? En daarin moeten wij naar hen toe een zekere foutenmarge gunnen. En we horen dat niet graag, maar ja, we moeten daarin erkennen dat die mensen niet beter zijn dan wij. Dat is wel positief als negatief, hè? Ja. Ik zou het graag nog eens willen hebben over jouw inspiratiebronnen, want dat zijn er eigenlijk wel... Ik zag wel een aantal verrassende figuren opduiken. Ja. Ja. Zoals onder andere de psycholoog Daniel Kahneman. Ja. En ook Hannah Arendt en Nassim Taleb. Je mag er één kiezen. Wie vind je eigenlijk het interessantste? Of wie wilt je graag eens bespreken? Kiezen is verliezen in dit geval. Hè? Yeah. Mijn favoriet is eigenlijk Husserl. Edmund Husserl, die we misschien kennen als een van de leermeesters van Heidegger. Die man heeft mijn ogen doen opengaan over het onderwerp van identiteit aan zich. En dat is zo'n beetje het steentje geweest dat de lawine heeft veroorzaakt in mijn denkproces. Samengevat, zei hij van kijk, we maken een enorme filosofische of wetenschapsfilosofische denkfout door ervan uit te gaan dat we feitelijke vaststellingen doen en dat wat we zien is zoals het is. Hij zei van kijk, we moeten ons meer bewust zijn over de bril, hè, waarmee dat we naar de samenleving kijken. En wat die bril juist heeft gevormd. Heel belangrijk wel, is dat hij niet zegt dat feiten niet vaststelbaar zijn. Hè. Dus er bestaat wel nog degelijk zoiets als een feit. Hè, en stemgebieden, hè, science, technology, engineering en mathematics, zoals dat ze zeggen, die zijn veel beter in het vaststellen van wat die feiten zijn dan wanneer het gaat over humane wetenschap. Ik ben zelf niet jurist. Dus rechtsfilosofische vraagstukken en zo, die gaan altijd wel over een bepaalde benadering van wat de realiteit is. Maar die realiteit is veranderend, dynamisch, fluïde. En zijn manier van daarnaar te kijken heeft mij enorm doen beseffen dat die lens zelf dat die ervoor zorgt dat we dingen die op papier hetzelfde lijken, toch zeer anders kunnen binnenkomen. Ik kom zelf uit... Die lens is identiteit, hè, voor jou? Ja, voor mij is die lens identiteit. En sterker nog, ik beschouw die lens ook als de interactie tussen die drie waarden waar dat we het daar juist over hadden. Hè. Die vrijheid, die individuele... die gelijkheid en die maatschappelijke solidariteit. Dat is hoe dat ik denk dat we dat zouden kunnen invullen. Maar je zou dat ook met andere waarden kunnen invullen. Dat is een beetje het potentieel. En ik denk eigenlijk dat dat ook voor een stuk zo is gebeurd. Met dat we daar niet bewust mee bezig zijn. Zijn er allerlei organische processen geweest die ons waardegedreven denken op een andere manier zijn gaan plooien. Waardoor dat we de wereld nu op een soms manisch-depressieve manier bekijken. Om het heel concreet te maken, hè, dat is dezelfde... dat verklaart waarom dat sommige mensen naar de gordel kijken en zeggen dat is eigenlijk een tof gezinsevenement.
En andere mensen die kijken daarnaar en die zeggen, ah ja, dat is daar de misvering voor de ultra-Vlaams nationalistische beweging. Dus die twee realiteiten die staan naast elkaar, maar die zijn even echt voor de mens die ernaar kijkt. Terwijl dat, ja, de realiteit is eigenlijk gewoon dat daar mensen ja, een tour rond Brussel fietsen. En maar de betekenis die, die er dan aan gegeven wordt, die is dan wel fundamenteel verschillend. En dat is zo hetgeen dat vandaag voor heel wat moeilijkheden zorgt. Dat is dat we ervan uitgaan dat we de zaken al te exact kunnen vaststellen en dat er maar één waarheid is. Zeker wanneer het gaat over maatschappelijke conventies, is dat gewoon niet het geval. Hoezeer dat we dat ook zouden willen, dat is niet werkbaar. Het is eigenlijk ja, impressionisme, maar dan toegepast op sociologie. Ja, dat is een goede metafoor. Ik dacht spontaan aan de Rorschach-vlek. Ja. Je sprak over een interactie tussen die waarden. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat die waarden met elkaar in concurrentie zijn? Dus vrijheid, gelijkheid en maatschappelijke solidariteit? Of dat die elkaar in evenwicht houden? Of hoe bedoel je dat precies? Ja, beide. Ze houden elkaar in balans door met elkaar te concurreren. Het feit dat ik geloof dat we maatschappelijk solidair moeten zijn, zorgt ervoor dat ik nooit doorsla in de manier waarop dat ik denk over mijn individuele vrijheid. Ik doe graag mijn goesting. Dat is een feit en ik denk dat ik daar ook niet alleen in ben. Maar ik ben er mij bewust van dat ik niet zodanig mijn goesting mag doen dat het andere mensen waanzinnig veel schaadt. Ik bedoel, we staan hier op een boogscheutje van het Soniewoud. Het is niet omdat ik op een bepaald moment denk van ik denk dat ik dat allemaal in brand ga steken. Dat dat oké is en het feit dat ik een correctieve balans heb met dat ik heel erg bezig ben met die maatschappelijke solidariteit, ja, zorgt ervoor dat ik denk, deze is totaal niet oké, ik ga dat niet doen. Volgens mij is Hannah Arendt ook heel erg belangrijk voor jou. Ja. Je spreekt over mondigheid. Ja. Waarom vind je dat eigenlijk zo belangrijk? En hoe vult ze dat eigenlijk in, mondigheid? Ja, zij zegt eigenlijk van kijk, de essentie van ons mens zijn is dat we werken, arbeiden en handelen. En ja, wanneer we over die woorden zouden praten buiten de context van Hannah Arendt, dan denken we, is dat niet drie keer hetzelfde? Maar zij zag daar drie zeer verschillende manieren van mens zijn in. Dus werken, dat is dan de dingen die we dagelijks doen om onszelf in stand te houden. Ik was hier daar juist van mijn water aan het drinken, dus hydrateren zit erbij. Mijn boterham verdienen, dat zit er daar dan bij. En dan arbeiden is wat zij beschouwt als een proces met een begin en een eindpunt. Ik ga een stoel bouwen, of ik ga een schilderij maken, of ik ga een project beginnen. Maar dan die derde soort, en dat is degene waarvan zij zegt van, dat is eentje die waanzinnig tekort schiet, die wij vandaag niet meer hebben, dat is handelen. En handelen gaat niet alleen over dingen doen, maar over deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. En de economische dimensie zit daar natuurlijk voor een stukje in. Hè. Zoals dat het woord zelf durft uitschijnen. Maar het gaat hem eigenlijk nog over veel meer, namelijk de deelname aan de politiek, aan de manier waarop dat onze samenleving in elkaar zit. En ze zegt van, kijk, echt, mensen, we moeten het stimuleren bij mensen om die drie vormen van mens zijn eigenlijk ja, in te bouwen in uw dagelijkse manier van doen. Zij heeft ongelooflijke werken geschreven over het totalitarisme, haar analyses over Eichmann. Dat is ook bij mij binnengekomen als een serieuze donderslag. Omdat zij zei van kijk, doordat wij alleen maar bezig zijn met werken en arbeiden en dat handelen, dat is niet economisch rendabel, dus dat is niet belangrijk en we steken dat niet meer in onze samenleving, dat wij daardoor mensen creëren die niet beseffen wanneer dat ze meedraaien in een systeem dat eigenlijk waanzinnig kwaadaardige gevolgen heeft. En dat is iets wat voor mij belangrijk is, dat we dat erin moeten zetten. Niet alleen bij onszelf op individueel niveau, maar ook in de manier waarop dat we een onderneming starten
of een manier waarop dat we onze staat inrichten. Hè. En daarin denk ik ook wel dat we eigenlijk al heel wat stappen genomen hebben, zonder dat bewust te doen. Omdat ze over de huidige generatie spreken als ja, een betekenis-economische generatie. Hè. Mensen die beslissingen maken, bijvoorbeeld professioneel, of in functie van wat ze kopen, hè, ethisch consumeren noemt dat dan, in functie van ja, waarom doe ik dit? Wat is de betekenis erachter? En dat is voor mij een zeer hoopvolle evolutie, waarvan ik vind dat we, als we dan toch iets moeten oppoken, dan mag het dat zeker zijn. Ja, ik ben er eigenlijk niet zo pessimistisch over. Over de toekomstige generaties, hoe dat zij het land zullen vormgeven. Goh. Ik denk dat ik een realistische optimist ben. Ik heb een heel... ik ben heel bezorgd over de toekomst. Zeker het klimaatvraagstuk. Ik ben daar heel bezorgd om. Ik ben er ook niet van overtuigd dat wij de politieke wilskracht gaan hebben om er eigenlijk ja, toe te komen van de juiste beslissingen te nemen om daar te geraken. Maar dat is de uitkomstgebaseerde ethiek is één ding. Maar ik ben echt wel voor handelingsgebaseerde ethiek. Van op het moment zelf zoveel mogelijk streven naar het juiste te doen. Ongeacht wat dat de finale uitkomst zal zijn. Dat vind ik wel belangrijk. En ik denk dat er in functie daarvan... Daarin heb ik wel een positief mensbeeld. Daarin denk ik dat we zitten met een mondige jonge generatie die weet wat ze wil en die er ook keihard voor wil gaan. Dat is positief. En we zitten natuurlijk dan op beleidsniveau met een uitdaging dat we enerzijds in onze pedagogische projecten zeggen van ja, we willen inzetten op burgerschap, we willen dat mensen mondig zijn. Dat is goed. We zijn daar nu de eerste vruchten van aan het plukken. En de klimaatstakers, ja, dat was zo een fantastische vruchtworp. En wat hebben we ermee gedaan? Niks. We hebben een groep scholieren uitgelachen. We hebben die geridiculiseerd. En we hebben gehoopt dat die zo snel mogelijk terug naar school gingen. Zodat die klimaatproblematiek dat die niet meer op de agenda stond. Ja, als je wacht totdat als je idee van een probleem oplossen wachten is totdat het voorbij is, ja, dan denk ik dat we nog wel wat werk aan de winkel hebben. Is dat misschien de oorzaak van het populisme dat mensen zich ofwel zeer cynisch gedragen en zeggen van we kunnen er toch niks aan doen, ofwel als ze er wel iets aan willen doen, dat ze zich machteloos voelen of dat ze geen, ja, zoals die klimaatjongeren een beetje, geen vat krijgen op de politiek? Ik denk dat het laatste wat je daar net zei, van geen vat krijgen op de politiek, dat een gevoel is dat wel zeer sterk leeft. Dat mensen zoiets hebben van het is genoeg geweest en ik wil absoluut dat er nu een oplossing komt. En het maakt mij eigenlijk allemaal niet meer uit hoe dat die oplossing er komt. Ik wil gewoon dat die er is. Dat vind ik een heel gevaarlijk sentiment. En voor een stuk kunnen we daar al aan tegemoetkomen. Enerzijds door de manier waarop dat we communiceren over politiek aan te passen. En dan heeft de nieuwswereld en de journalistieke sector daarin een zeer zware verantwoordelijkheid. Maar het gaat nog verder dan dat. Hè. De klassieke politieke partijen moeten ook durven doen aan popularisering van beleidsvraagstukken. En popularisering van beleidsvraagstukken en populisme, dat zijn twee zeer verschillende begrippen. Popularisering betekent dat beleidsvraagstukken op een toegankelijke manier worden uitgelegd, maar dat de nuance niet verdwijnt. En bij populisme verdwijnt alle nuance en wordt er eigenlijk vooral een oplossing opgesteld in functie van wat de mensen willen horen. Als laatste vraag, Anton, zou ik je willen vragen,
Welke boodschap zou je graag hebben dat de lezer onthoudt uit jouw essay Alles kapot? Dat de toekomst ongeschreven is en dat het aan ons is om te bepalen in hoeverre dat het verleden zal sturen wat dat die toekomst juist zal gaan inhouden. En ondanks dat we niet weten wat dat de uitdagingen zullen zijn van de toekomst, hebben we wel een goed idee van hoe we er tegenaan kunnen gaan. En ja, dat het op ons aankomt om dat te doen met de nodige positiviteit en met de nodige wilskracht. Mooi, mooi. Een mooie boodschap. Waar kunnen de geïnteresseerden uw boek aanschaffen? Wel, het is beschikbaar op onze website, dus www.demens.nu/alleskapot. En ja, als je dan toch al op de website bent, dan ik ga eigenlijk gewoon van de gelegenheid gebruik maken om schaamteloos reclame te voeren voor onze vrijwilligerswerking. Het boek gaat immers over de hand aan de ploeg slaan en uw eigen ding durven doen en uw verantwoordelijkheid opnemen. Wij zoeken altijd vrijwilligers, dus kom zeker bij ons langs. Of als je een project wil opstarten in de buurt van een Huis van de Mens. We zijn verspreid over gans Vlaanderen en Brussel. Dus steek zeker je snuit binnen, deel met ons je project en samen gaan we ervoor. Oké, Anton, ik wil u bedanken voor dit zeer boeiende gesprek. Ik heb het essay gelezen, het is echt de moeite, dus de mensen moeten het gewoon kopen en lezen. Voorts wil ik ook nog De Mens Nu bedanken en de uitgever VUB Press. En ik hoop dat de kijkers en de luisteraars ervan genoten hebben. Tot ziens. Ja, ik wil...